goedemorgen. Ja, na een ongelofelijke weerdag gisteren waarop vooral de wind en de regen even korte tijd heel erg heftig waren. Met een windstoot van zelfs 108 km per uur en veel neerslag in korte tijd, 21 mm. Is het dan nu weer droog en de zon schijnt zelfs. Nou, voor vandaag werd er ook zwaar en heftig weer verwacht. Maar het lijkt erop dat het bij ons mee gaat vallen. Dat gaat vooral in het zuidoosten boven Limburg vallen. Bij ons kan het wel gaan regenen, ook even wat harder waaien. Maar het lijkt mee te vallen. Maar laten we de lucht voor de zekerheid in de gaten houden. Nou, vandaag een graadje of 3,24. Daarna wat koeler. En de wind gaat eerst uit het oosten waaien, later wat harder uit het westen. Komende avond en nacht blijft het droog, wel bewolkt. Koelt het af naar een graadje of 10. Morgen overdag dan een graad of 19, 20 bij wat bewolking. Maar ook zon. En dan is het behoorlijk droog. Een hele fijne dag.